De groepsexpositie Kunst doet leven is onder grote belangstelling feestelijk geopend in G-Art Blok aan de Keizerstraat. Het doel van een dergelijke expo is om aan te tonen dat de kracht van kunst voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken groot is. Sjors Struikelblok, voorzitter van de Federatie van Visuele Artiesten in Suriname, FVAS, zegt dat vele werken in deze groepsexpo gemaakt is door kunstenaars die zijn overleden en dat iedereen veel kan leren van hen die zijn voorgegaan. Het heeft wel iets gedaan met ons. Zeker de mensen die de kunstenaars hebben gekend. En al heb je hem niet gekend, maar als je alleen naar het werk kijkt. Ik heb enkele ook gekend. Ik heb ook met ze gebabbeld, gesproken. En kijken naar de video was ik ook even stil. En dan denk je aan de mooie momenten tijdens NK. En toen zaten ze allemaal met die parbo. Ja toch? Dat zijn hele mooie, mooie momenten om... Ja, die terugkomen als je naar zo'n video kijkt. We hebben niet zo lang geleden onze Peter Thielen. Ik denk dat jullie allemaal hem kennen. De man in zwart en de man met de camera. En we hebben Paul Wooy gehad. Ja, ik was een dag ervoor bij Paul Wooy. Struikelblok geeft verder aan dat het de bedoeling was deze groepsexpo sinds 2020 te organiseren. De FVAS-voorzitter vindt het nu de tijd om kunstenaars de waardering te geven die ze verdienen. We hebben heel goed erover nagedacht. Het is de eerste keer dat zo'n expositie wordt gehouden. Maar niet zomaar. We moeten die grani geven. Als jongeren heb je altijd opgekeken naar de kunstenaars. En ik wilde ook altijd zoals hun schilderen. Dat heb ik ook gehad. Weet je, als ik denk aan Erwin de Vries, Rudy Gautreau, Sienna Fong heb ik niet gekend, maar ik vond zijn werk heel bijzonder. Ik weet niet of jullie dat hele grote Surinaamse huis kennen. Die hangt volgens mij bij de Surinaamse bank. Volgens mij 3 meter bij 2 meter. Geweldig werk. Maar zijn dingen die me zijn bijgebleven. En ik denk, ik heb ook heel veel van ze geleerd. Ondanks je ze niet hebt gekend. We hebben werk hier hangen van verschillende collecties. Omdat we niet alle werken konden vinden, hebben we even gebeld en gevraagd. Mogen we een Rudy Gautreau van je lenen? Mogen we een Kaarsters van je lenen? Mogen we een Sienna Fong van je lenen? En het is gelukt. Als blijk van dankbaarheid voor de bijzondere bijdrage aan de kunstontwikkeling in en van Suriname zijn certificaten uitgereikt aan Lucia Bijlhout, Eduard Hogenboom, Michel Brahim en Leonard Johans. Dat waren de binnenlandse berichten.